Tips om te stoppen met nagelbijten. Alhoewel veel mensen anders denken, is nagelbijten niet alleen gerelateerd aan stress, verlangen of jezelf niet verzorgen. Deze gewoonte kan ook te maken hebben met verborgen psychologische factoren en vaak is trauma tijdens de jeugdtijd een van deze factoren. Nagelbijten, ook wel bekend als onychofagie, heeft niet alleen serieuze gevolgen op esthetisch gebied, maar ook voor je gezondheid. Nagels dragen virussen en bacteriën, die je ziek kunnen maken nadat ze in contact komen met je mond. Je kan je nagels, tanden en zelfs je tandvlees permanent beschadigen als je op je nagels bijt. Maar maak je niet druk. Met een klein beetje hard werken, vaardigheid en de 10 tips die we in dit artikel opnoemen, zal je weer mooie en gezonde nagels hebben. Waarom bijt ik mijn nagels? Nagels worden voornamelijk gevormd door gekeratiniseerde dode cellen en zijn op verschillende manieren bruikbaar voor mensen. Ze kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om snaarinstrumenten te bespelen, aangezien ze een erg onderscheidend geluid maken. Nagelbijten of onychofagie kan beginnen door je vingers in je mond te steken, iets wat kinderen bijna altijd doen. Het wordt niet echt gezien als een ziekte, maar het is een psychologische patologie waar speciale hulp voor vereist is wanneer het niet onder controle gehouden wordt. Er zijn 2 soorten oorzaken. Extern, angst of nervositeit die ontstaat door dagelijkse problemen, zoals een ruzie met je partner, examens, economische of werkgerelateerde problemen. De persoon kan dit zelf onder controle houden. Intern, verandering in het zenuwstelsel of de emotionele balans, wat veroorzaakt wordt door familieproblemen, misbruik, jaloezie, vernedering, problemen met het zelfbeeld of de behoefte om jezelf te straffen. De gewoonte kan jaren aanhouden en de persoon bijt de nagels zo ernstig, dat het als zelfbeschadiging kan worden gezien? Je denkt misschien dat een beetje nervositeit geen kwaad kan en dat je nagels wel weer aangroeien, maar overweeg het volgende eens: nagelbijten heeft gevolgen die je moeilijk voor kan stellen. Handen reflecteren de gezondheid en het gevoel van veiligheid van een persoon. Schone en verzorgde handen laten een geweldige indruk achter, waar je ook maar naartoe gaat. Op je nagels bijten heeft sociale, emotionele en gezondheidsgerelateerde implicaties. Nagels dragen veel verschillende ziektekiemen met zich mee, die door je spijsverteringsstelsel gaan wanneer ze in contact komen met speeksel en zij kunnen ziektes veroorzaken. De schade aan de nagelriem en de huid van de vingers kan bacteriële en virale infecties naar binnen laten via de handen. Kan vervormingen van de vingers veroorzaken en de nagel kan dan voor altijd verloren zijn. Chronische ontstekingen van de vingers. Meer gatjes door schade aan de tanden. Emotioneel. Angst of ongerustheid over het uiterlijk van de handen. Slecht zelfbeeld. Gebrek aan zelfbeheersing. Sociaal. De persoon voelt zich mogelijk afgewezen door de gemeenschap. Persoonlijke relaties worden mogelijk beïnvloed. Baanproblemen, afgewezen bij sollicitaties en gesprekken. Stoppen met nagelbijten is bevorderlijk op sociaal, emotioneel en psychologisch gebied. Hierna volgen 10 simpele tips om te stoppen met het bijten van je nagels.
Lees ze rustig door en pas ze direct toe. 10 tips om te stoppen met nagelbijten. Dit zijn geen gecompliceerde behandelingen of vreemde producten voor je nagels, die je mogelijk kunnen beïnvloeden. Als je deze simpele tips aan je dagelijkse leven toevoegt en er echt je best voor doet, dan zal je je doelstellingen behalen. Tip 1. Zelfkennis en bevrijding. Ten eerste moet je de situaties identificeren die ervoor zorgen dat je op je nagels begint te bijten, zoals je nagels strelen, aanraken, voelen, wrijven of krabben, wat leidt tot ze in je mond steken. De tweede stap is ontdekken wanneer deze gewoonte geactiveerd wordt, zoals tijdens examens, voordat je bepaalde beslissingen maakt. De derde en de laatste stap is activiteiten uitkiezen die deze stresscyclus voorkomen en je handen bezighouden. Dit zouden dingen moeten zijn als een sport beoefenen, dansen, een muziekinstrument bespelen etc. Op die manier zal je je onrust onder controle houden en je nagels niet beschadigen. Tip 2, substituut met planten. Begin met het kauwen op eetbare planten, zoals zoethoutwortel langzaam. Op die manier zal je niet op je nagels bijten, maar je mond bezighouden. Je moet deze planten altijd bij je hebben, zodat ze je kunnen helpen in stressvolle situaties. Tip 3. Suikervrije kauwgom. Het is een goed idee om op kauwgom of pepermunt te kauwen wanneer je de behoefte hebt om op je nagels te bijten. Dit is een win-win-win situatie, je mond zal bezig gehouden worden, je hebt een frisse adem en je voorkomt rimpels vanwege de beweging van je kaakspieren. Tip 4, aloe vera. De aloe vera plant heeft vele gezonde eigenschappen, maar het smaakt erg vies. Schil een aloe vera blad en snijd het in stukjes. Doe ze in de koelkast en wrijf je nagels er elke morgen mee in. We verzekeren je dat je je nagels niet meer in je mond steekt nadat je ze de eerste keer hebt geproefd. Deze oefening zal je helpen om de behoefte om op je nagels te bijten onder controle te houden. Houd een vinger 5 cm voor je mond. Trek hem weer terug. Doe dit verschillende keren en houd je vinger steeds dichter bij je mond. Doe je vinger een paar keer een paar minuten in je mond zonder dat je op je nagel bijt. Doe deze oefening elke dag een paar minuten en we verzekeren je dat je verrast zal zijn door de resultaten. Op deze manier laat je je nagels groeien en is het onmogelijk om op ze te bijten. Als je een beetje geld spendeert aan je nagels, zal je er alles aan doen om ze niet te verpesten door op je nagels te bijten. Doe pleisters op je nagels en laat ze een aantal dagen zitten. Je kan ze elke keer verwisselen als je een douche of bad neemt. Het idee is dat je elke keer ziet hoe mooi je nagels zijn wanneer je de pleisters eraf haalt. Herhaal dit zo vaak als nodig is. Tip 8, zoek een hobby. Deze activiteit zal je afleiden, voorkomen dat je op je nagels bijt en je zal daarnaast ook een nieuwe passie ontdekken. Het kan van alles zijn, zoals je huis inrichten, breien, joggen of andere activiteiten buitenshuis of misschien zelfs je vriendinnen manicures geven. We raden er één aan waarbij je handen vies worden, zoals door modder of gips.
Als je handschoenen fijn vindt, gebruik ze dan. Ze zijn uitstekend om nagelbijten te voorkomen. Tip 10. Vier je succes. Praat over hoe goed ze eruit zien. Aanmoediging van je vrienden, vriendinnen en familie zal je helpen om ze gezond en mooi te houden. Het is meer vaardigheid dan kracht. Nu kun je verschillende manieren om nagelbijten te voorkomen en het voorgoed uit je leven te krijgen. Word niet depressief. Stukje bij beetje zal je je doel behalen, je hoeft er alleen maar over na te denken en je op je doel te focussen. Kies de tips uit die het beste voor je werken, zodat je stopt met nagelbijten en je handen gezond en mooi houdt.